welkom bij het webinar Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Hoe blijven zorgprofessionals gezond, bevlogen en in balans aan het werk? Dat is de vraag van deze bijeenkomst. Ja, deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. Dus bedankt partners voor het mogelijk maken van deze dag en het bespreken van dit belangrijke onderwerp. Ik denk dat het heel erg een gedeelde verantwoordelijkheid is. Er wordt heel snel gekeken, de medewerker die moet leren assertief worden, zelfregie enzovoort. Maar dat kan alleen maar als je in een context werkt die dat mogelijk maakt. En ik heb altijd een vrij eenvoudige boodschap aan organisaties die iets mee willen. En dat is, je hebt tijd, geld en commitment nodig. Het kost tijd, het kost geld en het kost commitment, maar het levert ook gigantisch veel op. Als mensen zich gezien voelen, hebben ze veel meer de intentie om te blijven. Ik denk dat het een onderdeel is van je dagelijkse werk als leidinggevende. Om met je personeel in gesprek te gaan en met je medewerkers in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Een hoog ziekteverzuim, dat hebben we binnen de neurochirurgie ook gehad. En wat is een hoog ziekteverzuim? Nou, toen zaten we op 14%. Dus dat is behoorlijk hoog. Ja. En dat was overigens voor corona, toen wij met een pilot begonnen op de neurochirurgie. Dus dat was toen geen aanleiding. Een hoog ziekteverzuim en de sfeer in het team, mensen die toch... Je komt er niet aan toe om de dingen te doen die je leuk vindt. En nee. Dat maakt dat je werk dan ook minder leuk vindt. Ja. De zorg, daar staat eigenlijk de patiënt altijd centraal. Wij willen hele goede patiëntenzorg geven. Maar het zijn uiteindelijk de zorgverleners die uiteindelijk die goede patiëntenzorg moeten leveren. Zonder die zorgverleners is er geen goede patiëntenzorg. Ja. Nou, al langere tijd, maar nu helemaal is het ziekteverzuim enorm hoog in de zorg. En wat we daarnaast ook zien is dat er mensen de zorg ook gaan verlaten. Of dat bijvoorbeeld jonge artsen overwegen om te stoppen met hun opleiding. En dat is eigenlijk een heel groot probleem, omdat wij nu een tekort hebben eigenlijk, maar in de toekomst nog een veel groter tekort krijgen aan zorgprofessionals. De huidige corona-omstandigheden zetten het vergrootglas op de arbeidsmarkt. Ze bieden als het ware een blik op de toekomst, waarin bij ongewijzigd beleid niet langer 1 op de 7, maar 1 op de 4 mensen in heel Nederland werkzaam moet zijn in de sector om zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk te houden. Dus ik denk dat het juist nu in deze tijd heel erg belangrijk is dat we meer aandacht hebben voor het behoud van de mensen die nu in de zorg werken. Echt aandacht te geven aan het welzijn van de zorgmedewerker. De basis van het initiatief ligt natuurlijk in een onvrede over hoe bepaalde zaken gaan. En met name jonge zorgverleners, toch een generatie die nu op de markt komt of wordt opgeleid, die niet meer alles zomaar accepteert en wel van zich laat horen. En dat is zeker ook de basis voor ons Zin in Zorg initiatief geweest. Dat eigen vak van jezelf, dat vind je zo geweldig. Daar haal je zoveel uit. Daar draait het ook niet om. Dat is ook niet het probleem. Ja, wat is dan wel het probleem? Ja, het is dat wat er omheen komt kijken. Ja. De rompslomp. De bureaucratie, de administratielast. Mm-hmm. De werkomstandigheden. Hè, de kleine dingen die voor irritatie zorgen. Ja. Maar ook inderdaad het gebrek aan het zicht op de mens achter de zorgverlener. Ja. Hè? Waar is die mee bezig? Hoe voelt hij zich? Waar liggen de behoeften? Ja. En een cultuur waarin dat moeilijk bespreekbaar is. Ja, wat ik zie is dat het heel veel scheelt als je goed in je vel zit. En als je dat meeneemt in je werk, dan gaat je motivatie daar ook mee omhoog. En wat wel heel bijzonder is, op het moment dat we het heel erg druk krijgen, dat geldt niet alleen voor zorgmedewerkers, vergeet je eigenlijk om goed voor jezelf te zorgen. En goed voor jezelf zorgen, dat heeft te maken met de dingen die heel voor de hand liggen, dus ook voeding. Eet je de zaken waar je energie van krijgt. Maar ook kan je goed concentreren. Heb je het goed met je collega's? Kan je moeilijke problemen samen oppakken? En kan je ook eens schijnen met elkaar? Mm-hmm. Dat geeft allemaal meer energie, ja. Waardoor je ook weer anders in je vak staat. Dat is een deel van het probleem van de cultuur waarin zorgprofessionals werken. Zorgprofessionals zijn, dat is een selectie van mensen die over het algemeen heel erg gemotiveerd zijn en heel graag iets voor een ander doen en zich heel erg daarvoor in willen zetten.
Maar ze hebben dus ook zo'n dadige cultuur gecreëerd met elkaar en met, met hun hele omgeving. En wel in de maatschappij misschien zelfs. Dat zij dus zelf sterk moeten zijn. Mm-hmm. En dat zij dus geen enkele, dat zij zelf niet ziek mogen zijn. Ja, dat ze geen dus zwakheden ook, mogen hebben. De mens achter moeten laten op het moment dat ze het uniform aantrekken. Daar vind ik heel streng naar jezelf. De patiënt gaat voor. En ik denk dat wat we nodig hebben is dat daar een kentering in komt.